Vandaag ook in Man Beet Hond. Mijn bijnaam is de snetzwemmer. Dat betekent de moker. En we bellen aan in poederrooie. Hallo? Volk? Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, het is Man Beet Hond. Hallo? Deze week collecteert het Prinses Beatrix Spierfonds om geld in te zamelen voor de strijd tegen spierziekten. Nou, vele vrijwilligers trekken er weer met hun collectebus op uit. De 12-jarige Josh Roelofs uit Heerde is één van hen. Hij heeft een extra reden om zich met hart en ziel in te zetten. Lieve opa, ik wil niet dat je gaat. Eén van de weinigen die er nog staat. Jouw leven is me zoveel waard, dus ik haat dat de ziekte op me slaat. Mijn zorg blijf ik je geven. Hoop dat je nog lang kan leven. Samen spelen, zoals we deden. Maar het kan niet meer, dat is verleden. Wat een mooi nummer. Ja, dank je. En waarom heb je dat geschreven? Voor mijn opa. Dat wou ik al heel lang schrijven. Mijn opa heeft de spierziekte myotone dystrofie. Ja. Als het ook wel wordt genoemd de spierziekte van Steinert. En wat doet dat met je? Dat tast je organen aan of de... Of je buitenkant, de spier van de buitenkant. Ah, en nu heb je dit nummer geschreven om geld op te halen, geloof ik. Ja, voor mijn opa, voor een rolstoelbus waar ik direct een plaats in kan vinden. En voor de Beatrix Spierfonds. Lieve opa, je kunt steeds minder doen, maar ik zou wel die dingen voor je doen. Heb je me nodig, zal ik je helpen. Wij twee zijn één, wij zijn hetzelfde. Geen idee hoeveel tijd we nog samen hebben. Wat ben je weer druk mee? Ja. Kom maar even. Wil je opa even de medicijnen geven? Hij heeft zonnevoeding. En dit is eigenlijk de voeding wat hij krijgt. En hoe vaak doe je dit? Als ik op school zit, dan doe ik het meestal. Als het kan, help ik oma in de ochtend ermee. En in de avond wel. Dat is een jongen uit duizenden. Had er meer op deze wereld moeten lopen, zulke jongens. Het is heel erfelijk. Ik heb twee kinderen, of wij hebben twee kinderen en die hebben het er ook allebei. En ik hoop niet dat ze zo bij komen te zitten als hem. En als ik ziek ben, neemt Josh mijn taak over. Maar ik wil niet hebben dat het te zwaar wordt voor hem. Nee. Want het is nog mijn kind. Ja. Kun je eens uitleggen hoe het komt dat jij de ziekte niet hebt? Ja? Omdat ik geadopteerd ben. En ik vind het wel fijn dat ik geadopteerd ben, want dan heb ik die rotziekte in ieder geval niet. Dus kan ik gewoon voor mijn opa zorgen. Het heeft gewoon zo moeten zijn. Ik bedoel, dat deze ziekte in onze familie zit. Tuurlijk is dat naar. Maar moet je eens kijken, ik heb gewoon de twee geweldigste kinderen daardoor eigenlijk. Je bent een blijf mijn kameraadje, want we deden toch zoveel samen. Liefde is wat daarbij hoort. De club die je support. Dat ene woord. Opa, ik wil dat je bij me blijft. Maar de tijd van gaan komt dichterbij. De herinnering aan jou blijft bij mij. Jou wil ik echt nooit meer kwijt. Heel veel succes met alles. En sterkte. Dankjewel. En zet hem op met je nummer ook. Dank je. Tot ziens. Dag. Een leraar uit Mexico vond er wel heel originele manier om spieken te voorkomen. Tijdens het maken van een toets moesten al zijn leerlingen een kartonnen doos op hun hoofd zetten. Ondanks dat dit hoofddeksel zeer effectief werkte tegen afkijken, kreeg de docent veel kritiek. Ouders vonden het vernederend voor hun kindertjes en slepen de school voor de rechter. De Babbelbox kan soms ook wel een spiekbriefje gebruiken en vraagt: bij wie zou u wel eens om het hoekje willen gluren? Ik zou graag bij de buren om het hoekje willen gluren, want tijdens de feestdagen zijn wij volop versierd, de straat is verlicht. En daar is het donker. Wat is er aan de hand? Bij koning Alexander en bij koningin Maxima, hoe het daar in het paleis een dagje meelopen in dat paleis, lijkt me ontzettend leuk. Bij Barack Obama en Michelle, om te kijken of ze zich ook kapot lachen, om de grap en grollen van Donald Trump. Want ik lach me in ieder geval kapot. Ik zou wel eens bij Enzo Knol om het hoekje willen gluren, want hij is super tof. Hij maakt super leuke vlogs en ik word altijd vrolijk van zijn vlogs. Ik zou wel eens om het hoekje willen gluren bij een collega van mij, op wie ik stiekem een oogje heb. Ik ben heel benieuwd of hij een vriendin heeft en wat hij in zijn vrije tijd doet. Bij Frans Bauer.
Omdat hij heel gezellig is en vrolijk. En ik zou hem graag eens een keer in de maling willen nemen. En Chinees eten. Dit is de 39-jarige Dennis Verhoeven. Heerlijk. Een bokser met een spierziekte en een genadeloze rechtse. Snok eens, let's even op. We volgen hem op weg naar de wedstrijd van zijn leven. Henny, harde maat, kom op. Dennis, ik heb begrepen dat je weer in training bent. Ja, maar dat is ook zo. De wedstrijd duurt nog wel eventjes. Ja. Want de wedstrijd is pas 1 februari pas. Maar ik ben nu wel weer in training, ja. Want boksen is echt je passie? Ja, boksen is echt mijn passie, ja. Ja, is dat zo, mevrouw? Is boksen belangrijk voor hem? Hij is heel belangrijk voor hem. Ja? Dat doet hij al vanaf 13 jaar of 12 was. Toen is hij ermee begonnen. Hier bij de jeugd Honk begonnen ze daarmee en dan mocht hij ook gewoon komen. En dan is eigenlijk gekomen met die films van Stallone, was het niet? Rocky. Van Rocky. En dat heeft zijn interesse gewekt en daar is je op voorgegaan. Rocky, van Sylvester Stallone. Ken je die niet? Rocky Balboa. Rocky Balboa, ja. Ja, maar dan de film van serie. Rocky, die hele serie. En die heeft hij ook. Die heb ik ook, ja. Daar is eigenlijk zijn liefde voor boksen mee gewekt. Ah, ja. Zo. Dit is mijn sportkamer. Hier zie ik de prijzen die ik heb gewonnen. Deze beker die heb ik gewonnen als amateurbokser. Deze die heb ik gewonnen onder leiding van Luis van Vidan. Ja. Ik had in juni mijn laatste bestraling en in oktober snak ik weer in de ring. Sorry, je zegt laatste bestraling. Waarvoor was dat? Ik heb tot twee keer toe tilbandkanker gehad. Oh. En dat is best een zware periode geweest. Ja. Maar door de steun van mijn vrienden, familie en door Fidan ben ik toch gewoon weer uit de dal weer naar boven geklommen. Ja. En die Fidan, dat is jouw trainer dan? Ja, dat is mijn Abi. En Abi betekent broeder. Broeder, in het? Turks. Turks, hij is een Turk. Hij is een Turk. Wat staat daar nou achter jouw naam? Mijn bijnaam is de Snetshammer. Dat betekent wel de moker. De moker? Ja. Die bijnaam die heb ik gekregen van mijn oude trainer, Erik van de Heuvel, van de Gonknofs. Daar heb ik een aantal jaar getraind. En die zei altijd, Dennis, je hebt zo'n harde hoeken, dat is gewoon niet normaal meer. En daarvan ook de bijnaam de Snetshammer. Die hoek, is die helemaal van jezelf, die sledgehammerhoek? Ik heb mijn hoek eens afgeleid van de beroemde bokser Joe Frazier. Ah. Die stond er bekend om zijn hoeken. Ja. Want iedereen praat wel over Muhammad Ali. Ja. Muhammad Ali was een goede vechter, maar dat was een echte showman. Ja. En Joe Frazier is een beetje bij mijn hart, een beetje was even een onderdok, maar wel gewoon. Maar ze vechter. Wat je zag, kreeg je ook. Geen poespas en gewoon. En een hoek. En een hoek, ja. Plassen in het openbaar is op veel plekken in ons land verboden. Het geeft een hoop overlast, met name door de stank. Desondanks werden vorig jaar zo'n 14.000 mannen met hoge nood op de bon geslingerd. Varkensboer Kees Schepens heeft dé oplossing voor dit probleem. Dat is lekker. Uw varkens doen niet aan wildplassen, hè? Nee, die heb ik geleerd om hier, of deze vier ga ik leren om hier rechts in het urinoir te plassen. En links zie ik al, hebben ze al gepoept in het poepwaar. U heeft voor de varkens een
poepnoir en een urinoir. Ja, een poepnoir en een urinoir, ja. En waarom? Poep en plas bij elkaar zorgt voor ammoniak. Bacteriën in de poep zetten ureum in de urine om in ammoniak. Wanneer je poep en plas niet bij elkaar laat komen, ontstaat er ook geen ammoniak. Eigenlijk heel simpel. Alleen voor dat urineren op dat urinoir moet je ze wel even belonen. Kunt u dat demonstreren? Ja, ik kan het. Deze varkens zitten er net sinds vanochtend in, dus die zijn nog een beetje onwennig. Maar ik kan wel laten zien aan de hand van een klein beetje water, wat dan de urine moet voorstellen, hoe dat die sensor werkt en wat er dan gebeurt. Ja. Dus zal ik dat laten zien? Ja, graag. Ja? Dit is dan zogenaamde urine. Dus ik laat de urine hier in het urinoir vallen. En let op. Daar ziet u, pok, u hoort hem ook, een citroenbonnetje vallen in dat bakje. En na 3-4 dagen weten de varkens van, hé, ik heb hier geplast en ik krijg een citroenbonnetje. Ik ben eerst met M&M's begonnen, maar M&M's die ruiken niet en citroenbonnetjes ruiken wel. U heeft ook allemaal camera's hangen, u kijkt hoe het dan loopt. Ja. Wat je op deze video ziet is dat een varken de positie inneemt om te gaan plassen. En dan een paar seconden later komt die urine bij de sensor. En dan draait, zoals jullie in de stal al gezien hebben, een machientje draait een citroenbonbonnetje eruit. Uw idee, zou dat ook de oplossing zijn voor mensen? Ik denk het wel. Ik denk dat, die wildplasboetes, dat is, vind ik zelf, niet meer van deze tijd. Geen boete, beloning. Mijn varkens merkt het. Mag ik u vragen? Normaal gesproken deelt u bonnen uit van 140 euro, heb ik begrepen. Zou u willen beloond worden voor het juist plassen? Niet. Wat vindt u ervan? Het plan? Ja, helemaal plan. Ja. Ik hoop echt dat het... het aanslaan. Zou het een oplossing zijn tegen wildplassen? Ik mag het hopen. Ik denk het niet, maar ik mag het hopen. Ja. Jongens, is dit de oplossing voor jullie? Een snoepje als beloning? Ja, ja, eigenlijk wel. Ja? En Sven! Ik probeer me wel om in de dag te missen. Meneer, het is een groot succes, hè? Ja, ik vind het eigenlijk wel ongekend. Alleen ik denk dat het voor mij te veel gaat worden als ik ook dit nog moet gaan doen. Dat is top. Dat lucht op. Zo. Nou, alsjeblieft. Dankjewel. Hier hebt u het citroenbonbonnetje. Succes met de reportage nog. Dankjewel. Fijne dag. Yo. We zitten met z'n allen constant op onze telefoon. Maar bellen, ho maar. Wat ongezellig. Tijd voor een goed gesprek. Leuk dat je opneemt. Ja. Ja. Ja, ik zie een telefoon staan en hij ringt. Dus. Wat ik juist begreep is dat jonge mensen steeds minder vaak bellen. Dat ze alleen maar zitten te appen altijd. Het is eigenlijk... Bellen is steeds minder comfortabel en eigenlijk is het handiger om even iemand zo'n appje te sturen. Ja, wat is er dan oncomfortabel aan bellen? Ik weet niet precies. dan... Een beetje ongemakkelijk. En als u nou moet bellen met uw oma? Nee, die bel ik wel. Want dat is wel respectvol, zeg maar. Oh. Dan heb ik toch wel echt iets meer contact. Wat bent u aan het doen? Ik ben op het moment aan het reizen met mijn vriend door heel Nederland. En dan daarna? Weer naar school. Hmm. Ja, ik ga nu naar 5 VWO. Spannend. Ja, even overleven. Ja. Even overleven, ja. Ja, ik wil na mijn studie wil ik naar Amerika gaan en daarvoor moet ik een bepaald gemiddelde staan. En tot nu toe is dat best wel zwaar. Dus ik moet echt een nerd gaan worden. Of zit uw moeder en uw vader u misschien ook wel achter de broek aan? Nee, dat wil ik zelf niet. Ik wil namelijk zelf maar mijn dingen doen. En ik wil niet het gevoel hebben dat eigenlijk mijn ouders voor mij mijn school hebben afgemaakt. Dus ik wil wel voor zelf. Nee jongens!
anders is het niet mijn diploma. Wat wil u gaan doen in Amerika? Studeren, ja. E-commerce. E-commerce? Ja, internetwebshops. Ik kan goed, programmeren ben ik goed in. En economiepakket heb ik. En wat is dan uw droom? Mijn droom, 1 miljoen. Ja, een okay. Miljoen op bankrekening. 1 miljoen? Ja, dat is het grootst haalbare in het leven. Nee, nou, als ik 1 miljoen heb, dan ga ik een nieuw doel stellen. Ah. Want ik ga nooit maar opgeven of zo. Niet dat ik zeg maar zeg van open klaar. En we gaan zo, ik denk, naar het centrum. Dus ik ga zo ophangen, denk ik. Gaat u ook achter de meisjes aan? Ik heb laatst iemand ontmoet waar die ik best leuk vind. Oh. En dat wil ik binnenkort tegen haar gaan zeggen. U heeft toch wel de telefoonnummer, hè? Jazeker. Ga ik appen. Appen, precies. Nou, heel veel sterkte ermee. Doei. Man bijt hond reist weer kwispelend door het land. Op zoek naar grappige, bijzondere of ontroerende verhalen. Op de lijn Babyloniënbroek, Poepershoek komen we vandaag aan in Poederooien. Hallo, volk. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, het is Man bijt hond. Hallo. Ja. Goeiedag, wij zijn onderweg van Babyloniënbroek naar Poepershoek. Dat ligt in Overijssel. Ja. En onderweg kijken we wat de mensen aan het doen zijn. Oké. Okay. We vroegen ons af wat u aan het doen was. Ik ben aan het tekenen. Mogen we even meekijken? Ja, natuurlijk. Wat leuk. Als je niet bang voor honden? Nee. Nee. Dag meneer. Goedemiddag. Ja, we troffen uw vrouw op de oprit net. Aha. We kwamen even kijken wat u aan het doen was. Maar uw vrouw was aan het tekenen. Een hond, zie ik. Ja, ik maak dierenportretten. En wat was u aan het doen, meneer? TV aan het kijken, sport aan het kijken. U was sport aan het kijken, hoor ik uw vrouw zeggen. Ja, dat klopt. Ja? Judo. Judo? Judo. Houdt u van judo? Nou, straks begint de Vuelta, de wielrennen. En dat vind ik leuker om te doen. Ah ja. U zei net toen we naar binnen liepen, welkom in mijn paradijsje. Ja, daar ben ik nog steeds van overtuigd. Ja. Toen wij hier kwamen wonen was de tuin eigenlijk alleen maar een grasveld. En hebben we wonen hier nu 10 jaar of zo, 11 jaar. Want waar komt u vandaan? Ik heb altijd in Papendrecht gewoond en mijn man komt uit de binnenstad van Utrecht. Wat is het voor gemeenschap waar u in bent komen wonen? Heel streng gereformeerd. Streng gereformeerd? Ja. We hebben hier ongeveer 700 inwoners en we hebben 4 kerken. Goedemorgen. En die zit elke zondag zit die helemaal vol. En zit u dan vooraan in nee, de kerk? Nee, nee. Ik ga niet. Oh. Nee. Vandaar dat we dus ook een beetje buiten de gemeenschap vallen. Ja. En als beeldend kunstenaar ben je al sowieso natuurlijk redelijk verdacht. Want dat bent u? Ja. Het is goedemiddag, goede avond als ze langskomen en dan blijft het bij. Geen praatje maken over dat soort dingen meer. Dat lijkt mij helemaal niet leuk. Nou, het is waar je voor kiest natuurlijk. Wij wilden een rustig leven op het platteland en daar voldoet het helemaal aan. Dus wat dat betreft is het prima. Bent u al uw hele leven beeldend kunstenaar? Ja, nou, zolang als ik me kan herinneren in ieder geval. Ja? Ja. Ja. Geen academie gedaan of zo, maar wel altijd getekend, geschilderd, gebeeldhouwd. Ja. Ja, zou niet zonder kunnen, dan leef ik niet meer denk ik. Wat vindt u in de kunst? Een soort mentale douche. Je gaat zitten en je denkt helemaal nergens meer aan. Alleen dat ding wat op papier of op doek of waar dan ook op moet komen. En dat, ja, dat is heerlijk. Je kan alles uitzetten? Ja. Dus dat, wat zet u graag uit bijvoorbeeld? Verdriet van het verleden, bijvoorbeeld. Mag ik daarnaar vragen? Ja hoor, mijn eerste man is overleden toen ik nog geen 50 was. Dus dat was een hele traumatische periode. Mijn jongste dochter die aanwezig was bij het overlijden van mijn man, die er ook heel veel problemen mee gekregen heeft. Dus ik heb het nodig achter me kiezen. Wat had hij? Hij heeft waarschijnlijk een aneurysma gehad. Wat betekent dat? Een slagaderlijke bloeding. En hij kwam thuis uit school en hij gaat de kamer in en ik hoor een klap en ik heb hem nooit meer gesproken. Dus het was, dat is heel traumatisch geweest.
En uw dochter was daarbij? Ja, die was 14. Die heeft dat helemaal het hele proces meegemaakt. Heeft u tekeningen uit die tijd? Of schilderijen? Nee, toen kon ik helemaal niet werken. Nee? Nee, het heeft echt een paar jaar geduurd voordat ik überhaupt wat op papier kreeg. En wat maak je dan? Nou, in het begin heb ik heel veel woeste dingen gemaakt. Met hele woeste kleuren. Heel geabstraheerd. En dat is helemaal mijn stijl. Want ik ben juist heel erg van tekenen en het fijnere werk. En dat is toch langzaamaan, dan slijpt dat er wel weer in dat het weer goed gaat. Heeft u dat werk nog? Nee. Wat heeft u ermee gedaan? Echt? Ja, het is allemaal weggegaan. Ja. Trauma heb ik weggegooid. En ik heb mijn tweede man ontmoet. En vanaf dat moment was het weer helemaal... Er waren de 7 ellendige jaren voorbij en begonnen de goede jaren weer. Ja, ik kan bijna alleen maar zeggen, wat feestelijk dat u elkaar gevonden heeft. Feestelijk? Ja, ja, ja. Ik verstond vreselijk, maar ik denk, nee, dat moet ik corrigeren. Nee, dat is zonder meer het geval, ja. Nou, heel veel geluk samen. Dankjewel. En hartelijk dank voor de gastvrijheid. Graag gedaan. Dag. Reis. Al niet. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.